is. Oh, jongens. Zielig. Het is zo schattig. Goedemorgen. Goedemorgen, vette poolkitten. Ruben zegt dat hij eigenlijk op de Noordpool hoort omdat hij zo'n dikke huid heeft. Hey, Knor. Hey, Knor. Zullen we het gordijn open doen? Ik ga even een smoothie maken. Want we hebben niet echt ontbijt in huis. Dit is van de toko. Dit is super chill. Dat is voor €2,50 heb je 7 halve stukken mango. Het is echt wel een halve mango. Mango's, er zit nooit zoveel vlees aan. Maakt je smoothie super lekker. En dit is trouwens best wel een caloriebom, want het is best wel veel suiker en zo. Ik doe er een banaan bij. Normaal doe ik havermelk, maar we willen nu echt even lekker een fruitsapje. Dus ik ga deze erbij doen. En spinazie. Ik denk dat dat het is. Het stomme aan paarse dingen erbij doen. Paarse groen is dat het daar heel vies uitziet. Want ik heb op Insta heel vaak laten zien hoe mijn sapjes eruit zien. Dat is dan met havermelk. En dan ziet het er altijd echt lekker mooi lichtgroen uit. Maar dit ziet er echt goor uit. Hij is mega lekker. Hij is zeg maar dik door de bananen die erdoor zitten. En voor de rest maakt hij mega fruity. Dus hij is echt heel lekker. En ik denk ook dat hij wel goed vult. Ik twijfel trouwens over de zonnebank. Want Ruben en ik zitten... Hij gaat zo naar zijn vader om daar te lunchen en dan wat aan de auto te doen. En ik zei ik wil heel erg naar Beverwijk. Dus we zitten te denken of we misschien nog naar Beverwijk gaan. En ik heb niet echt zin om naar de zonnebank te gaan. Maar ik wil voor die première sowieso. En dat is dinsdag. Dus ik denk dat ik morgen na mijn werk dan even naar de zonnebank ga. Ik vind het ook lekker in de avond. Want na de zonnebank ben ik altijd zo heet. En dat ik dan niet zo'n sterke bank neem. Zodat ik niet rood ben of zo de dag erna. Want krijg ik dat weer. Oh, eigenlijk moet ik wel vandaag. Nou, ik weet het niet. Dit is dus de kwast die ik altijd gebruik voor poeder. Dit is van AliExpress. En nu heb ik dus deze twee. En ik weet echt niet eens of ik ook kwasten goed zijn. Maar ik zag ze. En ik heb best wel van stevige kwasten. En ik vond ze echt top. Ik heb het gewoon getest in de winkel. Daarna heb ik gewoon weer met zo'n doekje heb ik mijn gezicht er weer afgehaald. Kijk, hij is best wel fluffy, maar ik vond het echt een super goede poeder en blending kwast. Maar hij voelt heel stevig en daar hou ik dus van. Ja, ik vind het heel lekker. En deze contour kwast is dus ook heel stevig, want kijk, hij heeft hele korte haren. Dus daar kan ik dan vooral cream contour of zo mee zetten. Ik weet niet. Ik vond hem echt wel heel fijn. Jongens, dit breekt echt mijn hart. Ook al op Insta verteld, maar deze Epic Inkliner van NYX is echt mijn favorite. En ik heb de dopper niet goed opgedaan. Moet je kijken. Hij is nu keihard. Hij is helemaal uitgedroogd. Terwijl die echt, ik had hem al sinds 2 maanden of zo. En hij was nog zo goed. Echt alsof hij nieuw was. En nu? Zo balen. Echt heel jammer. Echt zo zonde ook. Oké, ik ben opgemaakt. En ik hoor, dit is trouwens zo nasty. Maar ik maak me altijd op in dit ding. Ik moet hem echt wassen. Ik hoop wel dat het eruit gaat. Het is echt mijn favorite badjas. Eigenlijk moet ik gewoon een lelijke kopen voor opmaken. Ik ben volgens mij helemaal opgemaakt. Ja, ik ga mijn sportkleren aan doen. En hopelijk over ongeveer 1,5 uur gaan we naar Beverwijk. En George, de vader van Ruben. Trouwens, laat even weten als jij nog weet wie George is. Want dan volg je hem echt al heel lang. Dat zou echt grappig zijn. Van de Ardennenvlogs en zo. Die gaat mee. Dus dan gaan we met zijn auto. Dus dat is wel chill. En het is echt super mooi weer. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus dan ga ik niet naar Zonnebank. Ben je trouwens ook iemand die dan eigenlijk helemaal niet is van het plannen? Want als ik dus ga zeggen ik ga morgen dit en dat doen, dan gebeurt het meestal niet. Omdat het niet echt moet, weet je. Het is Zonnebank, man. Dat is niet heel boeiend. En ik hoop dus dat ik daar een jurk ga vinden. Ik ben helemaal niet zo van de markt of zwarte marktkleding en zo. Wat ik het ook gewoon lastiger vind dan gewoon in de H&M. Hup, mijn maat en klaar. Maar misschien vind ik wel wat. Ja, het is black tie. Ik heb echt een soort gala jurk nodig. Dus ik ben benieuwd. Oké, aangezien ik zei dat ik me wel wil opmaken als ik ga sporten, had je misschien een super fabulous sportoutfit verwacht. Maar nee. Dit is waar ik in sport. Dit is een broek van H&M. Die heb ik nog steeds sinds mijn sapkeurvlogs. Toen was hij te wijd, maar nu niet meer. Kijk, dat is echt een super chille broek. Deze schoentjes zijn van de Primark. Die zitten gewoon best wel chill. En dit is een Colorful Rebel shirt wat ik had gekocht, maar wat veel te groot was. Dus dan ben ik erin gaan knippen, maar dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar voor sporten, helemaal prima. Dus ik ga nu, ik ga lekker fietsen. En ja. Het is echt ijskoud. Maar ik word zo ontzettend gelukkig van fietsen in het zonnetje. Kijk, dat weten jullie misschien niet, logisch, maar ik hou heel erg van fietsen, echt heel erg. En ik had fietsen en die waren allemaal stuk. En Ruben heeft dus van de week naar de Action gegaan en heeft helemaal onderdelen gekocht om de fiets te maken. Dus nu fiets ik weer op mijn oude vertrouwen fiets die ik kreeg voor mijn 16e verjaardag. In de zon, het is echt ijskoud, maar zo lekker, dus ik ben helemaal happy. Hey Bobby. Oh my god, ik stel me echt niet aan. Oh, even liggen. Oh, ik voel mijn benen niet meer. Ik ben helemaal uitgeput.
Op de heenweg, oh sorry, op de heenweg had ik volgens mij wind mee. Ik had nu wind tegen. Ik vind het altijd zo fris voelen. Dan heb ik ook helemaal geen zin meer om te douchen. Ik voel me zo fris. Ik zweet sowieso niet zo snel. Helemaal. Hé, zo zie ik eruit als ik weer blond ben. Toch wel leuk. Ik wil echt alweer blond als ik dit zie. George gaat toch niet mee, want hij moet stoofvlees maken. Dus we gaan toch met onze eigen auto. Maar ik ben een beetje in dubio, want ik moet gewoon een jurk hebben. Anders kan ik niet naar die première. Dan kan ik gewoon niet gaan. Wow, ik wil een schuine pony. En ik ben bang dat ze het daar niet hebben. Of, weet je, je kan het ook niet passen. Je kan het niet terugbrengen. Dus nu weet ik niet wat ik moet doen. Maar volgens mij is Ruben over een kwartier. Maar ik voel mijn benen niet meer. Ik doe dus nu zo'n oefening. Hallo. Ik doe dus nu die oefening, zeg maar, dat je met je benen zo... Hallo buik. Ik doe nu zo'n oefening waarbij je zo met je benen zo moet. Maar dan doe ik het, dat zag ik laatst Manfred, zo'n trainer, zag ik het doen. Dat je zo los moet laten, spring, spring. Nou ja, alsof je een soort squats doet. Maar ik ben helemaal op. Dus dat is wel fijn. Oké, ik ben blij, want... Oké, eigenlijk is het te groot. Ik wil zeggen, als het mooi weer is, wil ik als een beetje een soort van zomeroutfit aan. Maar het is natuurlijk wel gewoon koud. Maar ik ben dus zo blij dat ik dit shirtje had groter gepakt. Ik zie alleen nu al dat hij dus eigenlijk wel te groot is. Want dan ga ik... Dan horen er hier dus ook grote getieten in. En dan zit het hier zo. En dan ga ik er aantrekken. Maar ja, maakt niet uit. Want hij zit precies zoals ik wil. Kijk. Echt. Love it. Ik vind het dus heel leuk. En ik heb een... Ik ging even dus hier kijken. In deze kamer. Want ik gebruik alleen maar de kleren die op mijn kledingrekje hangen. Maar daar hangt heel veel. Dus ik dacht, ik ga eens kijken of daar een broek hangt. En deze had ik volgens mij voor het laatst aan op mijn Leo stage. Maar deze is zeg maar hier helemaal uitgedempt. Dus die droeg ik niet meer. Maar hij past gewoon nog. Dus dan heb ik lekker een... Maakt wel mijn benen dik. Maar goed. Dan heb ik lekker echt zo'n zomers broekje. En ik heb even dit opgerold. En zo vind ik dit eigenlijk wel heel leuk staan. Toch? Ja. Vind ik leuk. En mijn hoofd ziet er nu niet zo goed uit, maar... Boeiend. En nu even wachten tot Ruben komt. Oké, jongens. We zitten in de auto van George en we zijn nu in Beverwijk. Ik ben een beetje hangry. Dus ik hoop dat ik hier vegan eten kan vinden. Maar we gaan dus in ieder geval even op zoek naar zo'n stoel die we hadden voor 5 euro. Waar ik gisteren dus doorheen ben gezakt. Zodat we een nieuwe kunnen kopen. En hopelijk een jurk kunnen vinden. Je ziet dat ik moe ben en honger. Oké, we zijn dus in de Leenbakker Outlet. Maar kijk, ik heb hier dus dit soort... Oh, hij lijkt het beeld wat warmer. Maar dit is echt een okergele stoel. En... Hier hebben we ook onze stoelen dus vandaan. Kijk, je hebt ook deze. Ik zei tegen Rup, ik wil hem echt. Maar het past dus niet in ons huis. Wat ik ook heel mooi vind, is bijvoorbeeld deze salontafel. Maar die is echt enorm hoor. Voor 119. Heel leuk. Ze hebben dus allemaal banken en andere dingen. En daar loopt Ruben. Nee jongens, ik heb dus dit. Dit is het enige wat ik heb gevonden. Daar kan ik niet zien, maar dit is ook niet black tie. Het is niet lang genoeg. Was het? Ja? Ik denk dat je het midden doet. Een riempje, ja, maar dat accentueert mijn buik. Hoeveel is die nou? 30 naar 6. Oké. Oké, nou, dan neem ik hem sowieso mee als optie in ieder geval. Dit is wel handig om te hebben. Maar ik denk dat ik er dan wel een jasje overheen doe nog. En dan doe ik die gouden sterretjes hakken erbij. Die gouden sterretjes hakken. Ik om gewoon wat strak te kleden. Nee, want ik ben niet strak in mijn vel. Die gember, ergens vind ik hem heel lekker. Ja, eigenlijk niet. Heel wat dingetje. We zijn weer thuis. Ik ben een beetje moe. Ik had niet echt meer gevlogd eigenlijk. We waren net nog even bij Shorts. Maar ik had dus een jurk gevonden die eigenlijk best wel gewoon precies was wat ik zocht. Qua pasvorm. Echt zo hier heel sexy. Strak en dan een beetje uitlopend. Helemaal tot de grond. Eigenlijk precies wat ik zocht. Maar dat was 90 euro. En nou... te lang verhaal te vertellen. Maar het mocht goedkoper en zo, maar ze deden echt heel irritant. En zeg maar, ken je dat? Dat je dus zo lang aan het twijfelen bent, dat je er dus zo lang in blijft hangen, dat je eigenlijk niet meer een soort van weg kan uit de situatie. Dat was het een beetje. Maar ik wou dus even dit laten zien. Waar is het kaartje hier? Van echt een hele lieve man. We hadden dus... Ik zag ineens, zag ik staan vegan, glutenvrij, dat soort dingen. Toen dacht ik dus, daar moet ik wezen. Dus ging kijken. En zo heet hij dus, mocht je benieuwd zijn. Het is zeg maar gewoon puur fruit. Dit is meloen. Dus het smaakt eigenlijk heel erg naar snoep. Maar het is volgens mij gewoon fruit met noten. Er zit geen suiker aan toegevoegd. Volgens mij ook geen conserveringsmiddelen.
glutenvrij, echt raw. Dit is kokos en we hadden dan een heel bakje voor 10 euro. Maar dit is echt mega zwaar. Dit is echt een hele maaltijd. Dit is mango. En dit is moerbei. En Ruben is olijf aan het eten. Die mag ik dus niet, terwijl dit echt de lekkerste ooit zijn. En er waren eindelijk weer dragonfruits. Dus we hadden 4 dragonfruits voor 5 euro. En ik ga er nu eentje eten. Zo ziet het er dus van binnen uit. Maar ik vind het wel grappig, want dit doet me denken aan een andere vlog van ons. Dat we ook door Beverwijk gingen. Is het lekker? Ja, hè? Ja, kijk. Minimaal zo lekker. Met feta, hè? Die feta is bizar. Wel eigenlijk dat ik niet meer kan eten nu. Kijk, een soort dragonfruit carpaccio. Wil je ook? Wat ik dus zo lekker vind, hij is best lekker, hè? Voor zijn doen. Eigenlijk als er bijna schimmel op zit, is hij dus heel goed. Maar wat ik zo lekker vind aan dragonfruit, dus dat zeg ik net tegen Ruud. Ik hou juist niet zo heel erg van zoet. En dit is niet zo heel erg mega zoet. Dat vind ik heel lekker. Maar het is wel zoet, maar medium. En zo crispy. Mukbang. Ik wil wel graag een mukbang met Ruben opnemen. Kunnen die bij 1000 likes doen, nee. Het is oké? Okay? Nee. Nooit. Bij wat dan? Ook niet bij 100 euro voor jou. Ja? Als 100 mensen geven 1 euro, dan doet hij het. PayPal overmaken. Nee, jongens. Oké, doei. Hey jongens, ik ben een ontbijtje aan het maken. Ik ga eten aan maken. Ik heb met kokos, moerbei en vijgen was het trouwens. Neem ik mee. Bananen. En ik ga nu, kijk hoe mooi mijn avocado is. Hè. Dit snijden. Een dragonfruit. En komkommer. En neem ik nog crackers mee. Dus lekker gezond. Zo, dit is toch echt wel heel erg luxe en gezond en lekker. Ik ga nu niet ontbijten, want ik heb nu geen trek. Maar ik neem dan dit mee voor het tussendoortje. Als lunch eet ik dan crackers met avocado en komkommer. En ik neem voor zekerheid ook nog maïswafels mee. Die zit ik gewoon in mijn klas. Voor als ik nog trek heb of voor een andere dag. En dan heb ik dit ook nog voor als ik trek heb. En ik leg ook altijd gewoon 2 bananen neer. Voor vandaag of morgen of wanneer dan ook. Ik heb toch mijn eigen lokaal. Dus nu ga ik me snel aankleden en opmaken. Ik ben nu thuis van werk. Het is nu 4:30 of zo. En ik heb even snel, wat heb ik gedaan? Even snel een joggingbroek aangetrokken, dat is lekkerder. En dan ga ik nu met de trein naar Amsterdam. Want daar zijn de winkels langer open en zo. Maar ik ben zo gaar. Maar ik moet een jurk hebben. Wat een drama. Voortaan eerder regelen. Dus dat ga ik nu doen. Aangezien ik echt langs Kyoto liep, moest ik even wat halen. Dus ik heb... dit. En dit. Voor 12 euro, dat ga ik in de tram eten. Dan kan ik er weer tegenaan. Ik zit sushi te eten op de Dam, terwijl er duiven over me heen vliegen. Gelukkig is er niet allemaal gepoept. Het is echt mega lekker. Echt, ga hierheen. Ik ben oppassen, maar ik ga even niet filmen, want ik heb echt super erg tijdsnood. Ik haat jurken passen, ik zit even aan stomste dingen op aarde. Ik heb nu alleen even dit. Ik mocht van mezelf wel heel veel dit passen in 1 leuke trui. Maar ik vind het niet, hè? Te groot. Mijn maat kleiner. Het idee is leuk, maar nee. Oké, ik denk dat dit het wordt. Het staat een 35 euro, wat ik wel tof vind, omdat het zeg maar of black is. Maar het is natuurlijk ook shades of grey. Oké, jongens, dat was even heel weinig gevlogd, maar ja. Weet je, dat passen vind ik sowieso heel irritant. En daarbij had ik gewoon een beetje haast. Maar, waar ben ik? Oh. Ik heb dus mijn nieuwe favoriete kledingwinkel ontdekt. Sorry voor het slechte beeld. En dat is dus de Monkey. Ik kende de Monkey en ik wist dat het leuk was. Maar uit mijn herinnering van echt heel lang geleden. Ik zei tegen de meisjes volgens mij 8 jaar geleden. Was het echt voor skinny meisjes en kleine meisjes? Maar ik dacht, laat ik eens kijken. En ze hadden zoveel. Ik had zoveel kunnen kopen. Zoveel jumpsuits, zoveel jurken. Op een gegeven moment dacht ik, oké, ik heb deze jumpsuit nu. Ik blijf hierbij. Ik ga niet verder kijken. Maar geweldig. En toen zei dat meisje dus ook een beetje curvy. Die zei, ja, het is juist perfect voor curvy girls en zo. Dus even kijken. Ik heb nu echt even geen zin meer om te passen. En ik ga ook stoppen met vloggen en zo. Maar hier is mijn jumpsuit. En het is dus een soort heel mooi zacht of black stofje. Deze trui vind ik wel echt geweldig. Die heb ik net gekocht. En bij de Monkey, volgens mij heeft Yvonne deze van Life of Yvonne.
helemaal geweldig, 35 euro. Helemaal verliefd. Als ik nu deze van de H&M zie, ik heb hem nog steeds niet gepast. Maar denk ik, die ga ik echt terugbrengen. Ik vind die er echt zoveel suffer uitzien dan deze. Ik weet niet. Heb jij ooit bij Dunkin' Donuts iets gekocht? Nee. Ik ook niet. Ik vind de Albert Heijn echt 10 keer lekkerder. Echt? Ja, van droog. Dacht ik al, het ziet er ook echt droog uit. Echt droog, van de Albert Heijn veel lekkerder. Ik hou echt van die natte, kleine, smerige dingen. Oh, jammer. Goedemorgen. Wow, je ziet het ook. Ik voel me niet zo lekker. Oh, erg. Oké, snel omdraaien. Het is echt een chaos hier, want ik had gisteren een beetje stress. Dit is nog van gisteren mijn bakken. Oké. Dit is wat ik meeneem als ik stress heb of haast. Ik eet nu een beetje havermout met goedemorgen thee. Gisteren heb ik een smoothie gemaakt met banaan, mango, havermelk en spinazie. Dus dat neem ik nog mee. En altijd voor zekerheid banaan en crackers. Gewoon met komkommer. Lekker. Oh nee, ik heb ook tahine erbij. Wel lekker. Oké. En nog dit. En ik ga nu nog zo opschieten en ik ben echt mega laat. Heeft iemand de tv-kantine gezien? Zo ja, wie is dit? Wie Estelle Kruis speelt. Is dat Elise Schaap? Oh, en wie speelt hier Leeuw Kleine? Ik weet het gewoon niet. En ik kan het ook niet op internet vinden. Ik ga stuk. Dit is zo grappig. Dit is mijn nieuwe trui. Hallo, het is... Kort voor drie, ik heb net pauze gehad en nu ga ik nog even aan het werk. Ik dacht, ik laat even snel onze hoek zien. Dat is misschien wel heel leuk. Hier zijn we bezig met het maken van kooien, boekjes voor de dieren. Want we hebben dus het vogelopvangthema. Dus hier zitten allemaal vogels in. Hier zijn we bezig met pauwenknutsels. Daar zit vogelvoer in. Dat kunnen ze hier wegen. En de hoek wordt zeg maar steeds leuker. Dus we bouwen dat echt op met kinderen. En daar kan je dan, als je binnenkomt, foldertjes lezen. Dat is super leuk. Oké. Hi jongens. Ook mag je jongens maar zeggen. Oké, hoi. Ik heb helemaal niks meer gefilmd, maar het komt omdat ik heel erg aan het relaxen was. En toen last minute heel erg aan het stressen was. Dus ik heb ook niet mijn outfit laten zien. Zit jij erop? Oh. Ik heb ook niet mijn outfit kunnen laten zien, maar dat komt straks wel. Ik sta hier met Lin, maar Lin wil dus niet op de vlog. Lin vindt mijn schoenen niet zo mooi. Toch? Dat is echt prachtig. Oké, we wachten nu op de tram. Doei. En dit is dus de rij en daar zie ik alleen maar geflitst en... Ik zie Gerard Joling. Oh. Ik heb mijn jas uitgedaan. Het ziet er echt niet uit. En we zijn nu bijna over de lopen, maar ik ga echt niet vloggen dan. Dat vind ik echt te ongemakkelijk. Jongens, loop maar door hoor. Meneer, je staat gewoon in de weg. Ja, top. Oké, jongens. Het was echt best wel raar iets. We stonden zeg maar heel lang in de rij. En vervolgens mochten we dus niet meer op de foto, moesten we heel erg snel doorlopen. Omdat we dus zeg maar onbekend zijn. En het te druk is. Oh, hij neemt al op, of niet? Ja. Ja. Hij filmt al. Zie je het helemaal? Ja? Hoi. Ja, dat is mijn outfit. Wordt heel awkward van ofzo. Maar je kan niet inzoomen. Nee, kan niet. Klaar? Hallo? Oh, ik heb geen lens die ik zie in het sneeuw dus. Oh, dat is lief, ik pak hem. Zit er hoor. Oh ja, die man is niet. Dus een heel succes. Dan is het ook zo dat hier bij de thee zo'n... Even plassen. Ik dacht, ik laat even mijn outfit zien. Leuk. De film is echt mega leuk. Maar ik moest echt even plassen. Dus ik dacht, ik laat de televisie wat ik aan heb. Oké, ik ga nu even opschieten en weer naar de film. Echt mega druk. Kijken, mag ik eens filmen? Wat is hier? Kijk jongens, zoveel mensen zijn er. Mega veel. Wow, er zijn zelfs danseressen en dansers. Waar is de ander? Oh, die
niet. Hou op. Oké, ik moet even heel mooi doen. We zijn op de première, wat doen wij? Een fotoshoot houden. Conclusie, op een gegeven moment zei ik maak maar een foto op de wc en dat is de leukste. Wat een drama, ik voel me echt, zeg maar als ik hier kijk, echt leuk in dit pakje. Gewoon echt vrouwelijk en mooi. Ik weet wel wat het probleem is. Zo is het leuk en dan ga je lager en dat verpest het. Zie je dat? Je hebt wel je drankje mee. Oh, had langere dingen moeten hebben. Maar ik word er echt ongelukkig van, alle foto's zijn lelijk. En ik heb dus een drankje gedronken van een vrienden. Helemaal... En het is al heel laat en ik moet eigenlijk al op bed liggen. Oh, sorry. Van mij. Ik kijk helemaal niet. Ik zeg net. Toen ik niet naar jou kijken, zag ik dit is slecht van AliExpress. Dit is slecht. Toen ik als mogelijk tegen jou gezegd dat dit niet goed zijn, die kwastjes. Echt? Ik zeg net tegen mijn beste vriendin hoe geweldig ik er vind. Dus ik zeg ik wil je even vloggen. En ik ken Denzel, dus dat is super. Hey, we go wing. Jij kent ook iedereen. Ja, ik ken echt. Wij kennen elkaar van High School Musical. Oh, die is zo. Echt heel erg. Ja, dat is wel. Oh, hallo. Oké, doe. Nou, superleuk. Hallo. Hi. Oké, wij gaan dus echt way back. Way back, High School Musical dingen. Maar Denzel? Ja. Is dit niet Denzel? Of wat zijn Denzel. Dat? Het is Denzel. Ja, Nienke. Ja, Denzel. Ja. Denzel. Ja. Van Nienke Plas. Oké, die gaan nu even zichzelf promoten. Ik heb ook een vlog nou. Het heet Denzel van Dijda. Dus ik zou kijken. Check it out. Heet je nou echt zo? Ja. Ja. Denzel van Dijda. Het korte ei. Ja. Oké. Okay. Oh ja. Ik weet het echt niet. Oh, dit is voor dit. Ja, ik heb het tanden staan. Van die been. Dat is toch geweldig? Oh, dat had zij ook aan. Tot ziens. Doei, Tuschinski. Hallo, ik ben inmiddels in de auto thuis. Het is echt al heel erg laat. Het is bijna 1 uur en ik ben om 5:45 op. Maar normaal slaap ik altijd braaf op tijd. Dus het kan wel een keertje. Even doorbijten morgen. Wat ik zei klopt denk ik niet helemaal. Dat wij niet meer op de foto mochten. Ik denk dat het komt omdat wij een beetje laat waren. Maar de rij was zo lang, we stonden denk ik een kwartier in de kou om zeg maar toch over die loper met die pers te kunnen gaan. Want ik wilde dat wel graag een keer meemaken. Ik heb nog nooit zo'n première meegemaakt. Ik denk heel erg vet. Ik wilde ook wel zo'n officiële foto. Ik zie net dat Masha erin heeft geplaatst. Dat wilde ik ook wel graag. Dus toen zeiden ze, als je dat niet wil kun je ook hier en zo. En Lynn die wilde daar wel. Ik zei nee, ik wil het wel graag. En toen waren we eindelijk aan de beurt. Toen zeiden ze, ja jullie moeten allemaal doorlopen. Want de BN'ers deden er heel lang over en nu moeten we echt beginnen. Dus dan mochten wij niet op de foto. Dus dat vond ik zo jammer. En Ananoushje zag ik nog staan voor Boulevard. Dus die mocht nog wel en zo. Maar logisch. Wij mochten dus niet meer. Dus ik had echt even iets van, ja hoor. Maar ik denk dat het gewoon doorkwam dat ik gewoon te laat was. Verder vond ik de film leuk. Ik had 2 maar voor de helft gezien. We hebben ook een goodie bag gekregen. Daar zit de film ook in. Superleuk. En ik ben wel blij dat ik gegaan ben. En we hebben dus een hele fotoshoot gehouden. En uiteindelijk is de meest leuke foto die op de wc. Ik zei echt van oké, ik ga nu op de wc zitten. Probeer maar of dat wat is. Want alles mislukte. Dus dat is wel super grappig. Dus die ga ik op Instagram plaatsen. Verder was het heel gezellig. En ik ga de vlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat je hem heel erg leuk vond. Even 2 vlogs deze week. En dan ga ik dit weekend hopelijk weer vloggen. Zeker je duimpje omhoog als je het nog steeds leuk vindt dat ik vlog. Vorige keer ben ik er heel blij van geworden. Dat er zoveel reacties en duimpjes en likes op waren. Dus heel erg bedankt voor het kijken en in het weekend staat er weer een video voor jullie klaar. Doei!